Lang staan ze alweer klaar hoor. Voor BMX Apeldoorn. Bo Kramer. Vanuit Doorste BTC. Gino Soene. Voor Nuland. Gio van Aalen. Kampen. KWC Kampen met Silas Kloek. DVO Haaksbergen met Mike Hietbrink. Nog twee rijders van BMX Apeldoorn. Nico Lelyveld. En Tina van Nieuwenhuizen. En als laatste hebben we voor de Flying Bikes. Ryan Midden. Succes. Riders ready once again. Oh, Gino Soen is goed betrokken. Maar één mannetje naast hem een beker. Gian van Aalen. Het is Nuland. Die gaat weer puntjes proberen om te snoepen met deze kleine boef. Gian van Aalen duikt daar de bocht in. En heeft de eerste fase in handjes. En gaan we de bocht opdraaien. Kijken of hij als eerste uitkomt. En dan komt Gino Soen binnen door. Die probeert daar binnen door te komen. Heeft net op de kop aan. Tweede fase boven hem. En die werd aangesluit als derde. Dan komt de mannetje ervoor. Is dat KWC Kampen die naar voren te proberen te komen. Met Gino Soen zit er op een vierde positie. Een mannetje heeft dus ingenesteld. En het zal de tweede of tweede fase zijn. Wat? Bo Kramer. Ja, de man op de Apeldoorn. Bo Kramer is op die derde plek. En de Apeldoorn wordt gestreden. 2.38 zie ik daar op dit moment. Nico Lelyveld, ook de man op de Apeldoorn. Die jaren van de Kramer. Gaat hij uiteindelijk nog zijn gelukkige overwijzing. We gaan het zien over in het laatste stukje als hij rechtstreeks op de middenlijn afgaat. Rechtstreeks op die middenlijn. We hebben nu zo'n beetje wel de winst binnen gaan halen. Ja hoor. En die winst die wij in deze race gaan naar Julian van Aalen.